Daan, 1-0 verloren tegen Venezia. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, eigenlijk best wel goed gevoel nog. Ook al hebben we verloren, weer 90 minuten gespeeld. Wel gewoon mijn ding gedaan, een paar slordige foutjes na. Maar tegen een Serie A ploeg vind ik dat we wel vooruit kunnen met dit spel. En ja, daar zijn we wel blij mee. Ja, jullie stonden met een vrij jonge groep op het veld. Merkte je daar nog iets van in het veld? Nou ja, eigenlijk alleen maar positiviteit. Dat iedereen gewoon heel graag wou en scherp was. Je zag in de eerste helft dat het druk zetten heel goed ging. Dat we met alle jongens overal kot bovenop zaten. En ja, dat hadden we ook besproken. Dus dat ging uitermate goed. Alleen in de 16 kon nog wat winst geboekt worden door te scoren. Maar voor de rest hebben we goed gedaan, denk ik. Wat blijft achteraf hangen? Dat jullie een goede wedstrijd hebben gespeeld of het verlies? Tuurlijk, als voetballer blijft altijd verlies wel een beetje hangen, maar met dit spel denk ik tegen Serie A ploeg en met die jonge jongens, hoe we daar gespeeld hebben, vind ik wel dat we vooruit kunnen. Dus uiteindelijk niet een heel negatief gevoel. Ik denk gewoon moeten analyseren deze wedstrijd en de goede dingen eruit pakken. Nou, je zei net zelf al, je hebt 90 minuten mogen spelen. Ben je moe? Ja, op het einde kwam de verzuring wel een beetje opzetten, maar het is alleen maar goed. Het is de voorbereiding, dus dat is toch goed. Nou, je hebt er natuurlijk al een jaartje op zitten nu bij de selectie. Hoe is het jaar geweest voor jou? Heel leerzaam jaar, want ik had eigenlijk nog nooit meegedaan bij het eerste van FC Twente. Ik zat altijd in de jeugd, gewoon eigenlijk nog nooit opgeroepen daarvoor, voor het eerste. En vorig jaar kwam Ron Jans en daar hebben we gewoon de kans gekregen. En daardoor ben ik echt veel beter voetballer geworden ten opzichte van het jaar ervoor. En nu dit jaar alleen maar beter gaan worden en richting en op de deur gaan kloppen. Dat is mijn doel. Top, dankjewel, succes. Dankjewel.